Hallo allemaal en welkom in dit filmpje waarin ik jullie wat meer uitleg wil geven over afgeleiden, meer bepaald het stijgen en dalen van een grafiek bepalen aan de hand van de afgeleide. Nog heel even kort het verschil tussen het differentiequotient en de afgeleide in een punt. Het differentiequotient, dan spreken we over de gemiddelde verandering over een bepaald interval. En bij de afgeleide spreken we van een ogenblikkelijke verandering in een punt. En telkens gaat het over de richtingscoëfficiënt van de rechten. Enerzijds door die twee punten, anderzijds als raaklijn aan de grafiek in dat punt. Nu wanneer we het effectief gaan hebben over de ogenblikkelijke verandering, dan kunnen we eigenlijk gaan stellen dat we kunnen zeggen wanneer de grafiek precies stijgt en wanneer de grafiek precies daalt afhankelijk van die richtingscoëfficiënt. Bijvoorbeeld wanneer we dat punt A gaan opschuiven dan merken we dat ook die raaklijn of de richtingscoëfficiënt liever van die raaklijn wijzigt. Is die verandering positief, dus is de, met andere woorden de richtingscoëfficiënt ook positief, dus stijgt die rechte ja, dan zal mijn oorspronkelijke functie f van x, die zwarte lijn hier, ook stijgen. Wanneer die nog stijgt, nog daalt, en dat gaat hierboven zijn, dan heb je zo een, een horizontale lijn, um, ja, dan is de afgeleide functie 0. En dan wil dat zeggen dat mijn oorspronkelijke functie niet stijgt en niet daalt. Dus zitten we in een maximum of een minimum. En is het een negatieve verandering, dus heb ik een dalende rechte, dan uh, daalt ook mijn oorspronkelijke functie. En dat wil zeggen dat dan mijn richtingscoëfficiënt negatief is. Met andere woorden, eigenlijk kunnen we aan de hand van het teken van onze eerste afgeleide gaan bepalen of mijn functie stijgt, daalt of ja, niet stijgt en niet daalt. Met andere woorden, een minimum of een maximum heeft. Misschien? Dus we gaan eigenlijk een tekenverloop moeten opstellen van onze eerste afgeleide. En van een tekenverloop opstellen zou je normaal gezien al moeten kunnen, dus daar uh, gaat dit filmpje niet over. Dit gaat puur over de interpretatie ervan. Dus voor het voorbeeldje dat ik hier heb staan, zie je duidelijk op de grafiek dat in dit stuk van de grafiek, het deel dat hier is aangedaad, dat mijn uh, richtingscoëfficiënt. Stijgend is, met andere woorden, de richtingscoëfficiënt is positief. Liever, niet zozeer stijgend. Die richtingscoëfficiënt is positief. Met andere woorden, dat mijn oorspronkelijke functie, f, stijgt. En dat zie je ook, mijn functie is naar boven aan het gaan hier. Tot hier. En vanaf daar zal die beginnen dalen. Dus nu daalt mijn functie, en nu zie ik ook dat de richtingscoëfficiënt van die rechten negatief moet zijn. Dus het teken van mijn. Eerste afgeleide is daar negatief, dus dan daalt mijn functie. En helemaal tussen de twee in, dus eigenlijk hier van boven, dan um, is mijn teken van de afgeleide 0. Met andere woorden, die richtingscoëfficiënt is niet positief, niet negatief, die is gewoon 0. En een richtingscoëfficiënt van 0 wil zeggen dat dat eigenlijk een constante is. Als een constante is voor mijn eerste afgeleide, wil dat ook zeggen dat mijn oorspronkelijke functie niet stijgt en niet daalt. Dat zit daar tussenin. Ja, en wat zit hier nu tussenin? Als ik eerst naar boven ga en daarna naar onder, ja, dan heb ik een maximum. En in dit geval kan ik de waarde aflezen uit de grafiek, en dat is 2,55 en 31,855. Dus, normaal gezien doe je dat door dat in te vullen en dat effectief te berekenen. Ja? Want. Nulwaarde van een afgeleide kan je ook gaan berekenen, net zoals nulwaarde van een functie zelf. En onthoud, een tekenverloop is alleen maar plus 0 of min, niks anders dan dat. Het is een maximum omdat we dus eerst stijgen en daarna dalen. Als we eerst zouden dalen en daarna stijgen, ja, dan zitten we met een minimum. Dus samengevat, om het stijgen en dalen te bepalen van een functie f. Dan gaan we eerst onze afgeleide functie f' accent moeten bepalen. Daarna kunnen we algebraisch, of indien het toegestaan is door de opgave, de nulwaarde van de eerste afgeleide gaan bepalen. Um, ja, algebraisch, of met het rekentoestel dus. Die nulwaarde hebben we nodig om een tekenverloop op te stellen van de eerste afgeleide. Dus het tekenverloop van f' accent, niet van f'. Tekenverloop van f-accent. Aan de hand van dat tekenverloop kunnen we dan het stijgen en dalen bepalen van functie f zelf. Ik heb hier duidelijk een onderscheid proberen te maken tussen de afgeleide functie en de functie f. Door de kleuren ook. Dus is het teken plus van mijn afgeleide, dan stijgt mijn oorspronkelijke functie. Is het teken negatief, min, dan daalt mijn oorspronkelijke functie. Is... Het teken 0 is er met andere woorden geen teken, dan heeft f een mogelijk minimum of een maximum. Een minimum wanneer het eerst daalt, daarna stijgt, een maximum wanneer het stijgt en vervolgens daalt. Zo kan je dus het stijgen en dalen bepalen van een functie f aan de hand van de eerste afgeleide.